microfoon staat onder stroom en misschien Bruno ook wel. In een split second zag je dat Bruno onder stroom stond. Dat kan toch alleen de dader weten? 3:55. Dus tijdens het eten is iemand bijna 4 minuten de kamer uit geweest. Er is maar 1 iemand die de kamer helemaal niet verlaten heeft. Lekker 6 kilo aankomen. Dat was Daan. Tim, wat ben jij nou aan het doen? Ik kan steeds niet geloven dat Bruno er niet meer is. Nee, man, ik ook niet. Lijkt wel een nachtmerrie waar we in zitten. Waar zijn de anderen? Flauw idee. Ja, ik word gek van mijn gedachten. Ik heb afleiding nodig. Zullen we gaan zwemmen? Zwemmen? Nee, ik ga nu naar de rechercheur. Ik ga vragen of je mij nu wil ondervragen zodat ik naar Daan kan. Of naar huis, bedoel ik natuurlijk. Daarna anders gaan tafeltennissen? Nee, gast. Ga even naar buiten of zo. Daar vind je vast wel wat om te doen. Tafelvoetbal. Boswandeling? Doet het opnameapparaatje het niet? Nee. Kan jij er misschien even naar kijken? Meneer Temmink? Temmink, met dubbel M, als in mama. Ja, precies. Wilt u mij nu ondervragen? Dan kan ik namelijk naar huis. Nou, ik bepaal zelf wel wie ik wanneer ondervraag, lijkt me. En op dit moment is niet mijn prioriteit. Ja? Verrijkt u niet het meest? Dat gaat jou niets aan. Ja, je kunt gaan. Doe de deur maar achter je dicht. Ik roep wel als ik je nodig heb. Dag. Kst. Waar waren wij gebleven? Het apparaatje. Zou je er even naar kunnen kijken? Ik snap hier niets van. En jij bent technisch, toch? Ja, geef maar, dan kijk ik er straks wel even naar, oké? Oh, nee. Doe maar nu, hoor. Hè, dan kan ik je namelijk ondertussen wat vragen stellen. Dus jij kende Bruno al vanaf de lagere school? Ja, sinds dat ik 1 jaar of 5 of 6 ben. Mm-hmm. We woonden bij elkaar in de straat. We zaten bij elkaar in de klas op de basisschool. Hetzelfde voetbalteam. En we voetbalden altijd buiten op het pleintje. Mm-hmm. En voetbal je nu nog steeds? Ja, maar niet in clubverband. Alleen als er een bal in de buurt is, gaan we natuurlijk gelijk voetballen. We hebben hier geloof ik ook elke dag gevoetbald. Ja. Hapti, komt-ie. Kerel, ren dan! Wow! Gozer! Wat? Yes! Hoe makkelijk wil je het maken voor ze? Ja! Moet ik echt elke bal voor je voeten neer gaan leggen dan? Sukkel. Nou, geef die bal. 6-3, hè? Durf je nog? Ja. Jongen, ze zijn weer bloedfanatiek, hoor. De Olympische gedachten zitten niet echt in. Hoe bedoel je? Meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, dat is aan hun niet besteed. Nee. Echt nooit. Yes! Hey, joh. Lekker dan, eindelijk. Kom! Lekker. Ja, gast, je was hartstikke naast me. Dat zie je toch zelf ook wel? Je ziet het in het spoor. Dat ben je niet serieus, toch? Kijk dan. Die was dik in, vriend. Die was hartstikke naast. Ben je blind of zo? Je was mijlenver jongens, in. Jongens, laten we het heel even aan de VAR vragen. Ja. Gaan we zo doen? Gaan we zo doen, jongen. Dat is goed, jongen. Fuck, je was gewoon naast. We staan nog steeds voor, anders. Het ging echt hard tegen hard, hè, tussen Niek en Bruno. Denk je dat Niek de dader is? Nee, joh. Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Niek en Bruno die kennen elkaar al super lang. Ja, is waar. Het langst van ons allemaal. Maar wat denk jij van Haptamoe? Met zijn kopieergedrag? Ja, inderdaad. Ja, hè? Ja, misschien is hij wel helemaal doorgeslagen en wil hij zijn grote voorbeeld vermoorden. Ja, dat gebeurt wel eens, toch? Ja, klopt. Maar we hebben het hier wel over hobby, hè? Ja, hobby. Nee, niet dat echt geen vliegkapje. Nee. En net zoals Tim bijvoorbeeld, die zou ook zoiets nooit doen. Nee, en Tim en Bruno die kennen elkaar ook al heel lang, vanaf de basisschool. Ja, klopt, ja. Ja. Haptamoe! Is dat Sosje? Haptamoe! 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 Over Sosje gesproken. Ze wil echt heel snel weg, hè? Is dat niet gewoon een beetje verdacht? Ann, neem je dit niet een beetje te serieus?
Dit moet je toch gewoon overlaten aan de regisseur? Ja, ik probeer een beetje mee te denken. Dus te eerder kunnen we hier weg. Haptamoe. Gast. Ik heb je overal gezocht, man. Kom, kom zitten. Het gaat echt niet goed met jou, hè? Oh, je mist Bruno, hè? We missen hem allemaal. Maar weet je, volgens mij ben jij echt in shock of zo, man. Want je hebt echt nog helemaal niks gezegd naar dat Bruno. Nou ja, je weet al wat ik wil zeggen. Volgens mij is het echt belangrijk dat jij zo snel mogelijk naar een dokter gaat. Ik heb die EHBO-cursus gedaan. Ik zie dat. Weet je wat? Ik ga wel met je mee naar het ziekenhuis. Ja? Ik ga nu naar de regisseur toe om te vragen, oké? Okay? Ik ga het regelen. Komt goed. Tim! Hey, kijk, Sjosja. Die stond in de schuur. Gaaf, hè? Ja, leuk. En waar moet je heen? Ja, naar het huis. Naar de regisseur. Breng Stap je me? In. Taxi Tim staat voor je klaar. Go, go. Hey. Hoppa. En waar komt dat fanatisme bij jullie vandaan met het voetbal? Zo gaat het altijd. We willen gewoon winnen van elkaar. Dat was vroeger als kind al zo en dat is altijd zo gebleven. Oeh, lekker niet! Nou, dat is niet normaal. Sta op. Anders moet er weer een brancard voor je komen, hè? Jongens, doe even normaal. Het is normaal, Janouk. Het is voetbal, hè? Het is niet voor mietjes. Sta nou op, gast. Hier, mijn hand. Pak hem. Heel leuk, Bruno. Zeker net zoals vroeger, hè? Kap ermee, jongens. Wow, Niek is echt boos. Ja, dat snap ik wel. Precies zoals vroeger. Hij is er bijna, hoor. Mm-hmm. Meneer Temmink. Sjosja, dubbel M. Meneer Temmink. Ja. Ik moet u iets vragen. Tim, Tim! Breng me naar bos, ik moet naar Haptamoe. Ah ja, kapitein, tot de dienst. Ben je boos? Nee, rij nou maar. Ja, dag Tim. Nou, we mogen gewoon niet weg. Die rechercheur die zegt dat hij zelf wel een arts belt als hij ziet dat het niet goed met je gaat. Maar ik zie toch dat je hulp nodig hebt? Werkelijk waar. Volgens mij denkt die vent gewoon dat ik jou gebruik om hier weg te komen. En is dat zo? Nee. Nee, dat gaat me om jou, hè? Maar als mij wil weg zijn, dan kom je natuurlijk niet meer terug. Luister, die rechercheur die kan ons helemaal niks verplichten. Ik snap ook wel dat wij ons verdacht maken als wij met z'n tweeën via het bos weglopen. Maar ja, we hebben toch niks te verbergen? Wil niet echt lukken, hè, met het apparaatje. Nou. Jij was toch de techneut van de groep? Techneut? Ja, Bruno had jou uitgekozen om techniek te doen voor zijn optreden. Ja, dat klopt. Maar hij moest wel eerst uitleggen wat er precies gedaan moest worden. En het was letterlijk één stekker erin doen en een schuifje omhoog doen. Ik vind het op zich best wel grappig dat iedereen mij techneut noemt en vindt. Mm-hmm. Maar als ik thuis een lamp op moet hangen, dan ben ik gewoon mijn vader. Zei ik iets verkeerd? Iedereen even hierheen halen en begin maar met Sjosja. Yes, sir. Ik ben al weg. Dag, Sjosja. Ben je nog steeds boos op me? Ja. Zou je mij toch even willen helpen? Ik wil hier namelijk licht maken. Ik vroeg me af of jij dat zou kunnen. Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar dat kunt u toch zelf ook wel? Nee, helaas. Ik heb twee linkerhanden.
Oké, nou. Dus dat bruine draadje doe je hier in het kroonsteentje. En dan draai je hem aan. En dan doe je het tweede draadje erin. En die draai je dan hier zo vast. En dan doe je dit blauwe draadje. Bij dit blauwe draadje, die stop je erin. En dan is het eigenlijk alleen nog een kwestie van aandraaien. En tenslotte draai je dan dit laatste draadje erin. Zo. En als laatste draai je het lampje erin. En als je nou de stop omdraait. Voilà, heb je licht. Ja, dit is echt hogere wiskunde voor mij. Ik kan hier helemaal niks mee. Weet je wat dit betekent, Nick? Nee. Dus omdat jij A-technisch blijkt te zijn, mag jij nu naar huis? Ja, volgens meneer de regisseur heb ik geen flauw idee hoe ik een microfoon onder stroom moet zetten. Met andere woorden, als ik de klunst had uitgehangen, had ik nu naar huis gekund. Nou, lekker dan. Ja, sorry hoor, ik kan het toch ook vrij weinig aan doen. Trouwens, waar is Anne? Weet ik veel. Geen idee. Koffie halen voor Temmink? Nou, als jullie haar zien, doe dan de groetjes. Ja. Ik ga ook missen, man. Het komt allemaal goed, man. Hai tai. Oké, later jongens. Doei. Succes. Doei. Blijf voorzichtig. Nu zijn er nog 5 verdachten. Heb jij de skills om deze moordzaak op te lossen? Jij krijgt de kans om 1 van de verdachten live te verhoren. Ga naar zapdetective.nl en laat me weten wie. Hé, Anne? Anne, wat is er? Je mag nog niet weg. Hoezo? Temmink zei dat ik weg mocht. De regisseur wil je nog even spreken. Nu? Ja, nu. Anne, waar gaat die ruzie met Bruno over? Nick? Ja. Bruno? Ja. Ben je goed genoeg? Dan mag je voorlopig blijven bij Ajax. Echt niet, dikke trut? Sorry? Het is toch niet normaal wat jij met je konijnen doet? Ik bel de dierenbescherming, ik zet een mes op je keel, trut, moordenaar.